Goedemorgen jongens en meisjes en welkom weer bij een nieuwe les. Vandaag gaan we met spelling thema 7 starten. En jullie hebben met taal al een beetje gehoord van juf Lonneke wat het thema is. Film en theater. Dus ik heb gelijk even een heel klein quizje. Het is geen quiz, maar wel een raadsel. Op mijn bord staat in het Engels 007. 007. Weten jullie wie ik bedoel? Welke film? James Bond. Een Engelse naam. En ik wil proberen om de achternaam op te schrijven. James Bond. Ik hoor een T-klank. Maar we schrijven zijn achternaam zo. Bond. Met een D. We gaan dus een paar woorden met de D aan het einde oefenen. Hebben jullie je spellingschriftje er weer bij? Ik ga een paar woordjes zeggen en jullie mogen met me meeschrijven. Goed? Schrijf op in je schriftje het woord land. Land. Het volgende woord is rond. De wereld is rond. Het volgende woord is kant. Aan welke kant sta jij? Het volgende woord is naald. Met een naald kun je naaien. Naald. Het volgende woord. Lot. Ik heb een lot uit de loterij. Lot. En het laatste oefenwoordje is kat. Ik heb een kat thuis. Nou ga ik de woorden opschrijven en dan mag je controleren of je het goed hebt. Eén land, twee landen. Oh ja, we gingen het langer maken. En ik hoor een BD. Rond. En ik ga het langer maken. Ronde. Komt ie weer. Kant. Aan welke kant sta jij? Langer maken. Ik heb verschillende kanten. Ik hoor het. Naald. Heb jij twee naalden? Lot. En bij lot is er een beetje een uitzondering. Want het is één lot, twee loten. Het zijn niet lotten. Maar je hoort wel de t. En één kat, twee katten. En je hoort weer de t. En hoe heb je dat gemaakt? Alles goed? Super, dan mag je er een dikke krul bij zetten. Dan hebben we goed geoefend. Ik ben een bord wisselen. Nee, mijn bord wisselen is weg. 6.5 hours later. Dit was de categorie met de op het einde en we gaan hem langer maken en dan hoor je of het een D of een T is. Zometeen in je werkboek ga ik een klein oefendicteetje met je doen, maar ik ga nog twee categorieën herhalen. De categorie van vorige week, de verkleinwoordjes, gaan we ook nog even herhalen. Ik schrijf de twee woorden op en dan weet jij welke categorie ik het over heb. Boom!
Ik wil het kleiner maken. Ik zie een klein boompje. Goed zo. En paal. Hier staat een klein paaltje. En ik hoor de t erbij. En de laatste categorie, die hebben we heel lang geleden gedaan, dus die gaan we ook nog even kort herhalen. Dat zijn de be- en de ge-woorden. En eigenlijk als ik een woord uitspreek met be of met ge, dan hoor je be en ge. Maar we schrijven natuurlijk geen u. We schrijven de E. Goed. Je mag met me meedoen. We gaan twee woordjes oefenen. Pak maar weer je schriftje. Je mag voor mij opschrijven het woord gebak. Ik neem straks een lekker stuk gebak. Je mag voor mij opschrijven het woordje bezoek. Ik krijg morgen bezoek. Is dat gelukt? Gaan we kijken of je het goed hebt. Gebak. En het andere woord was bezoek. Super, dan zijn jullie klaar voor het dicté. Weg ermee. Anders kunnen we spieken, dat willen we niet. Goed. Je hebt allemaal je spellingwerkboek mee naar huis gekregen. En daar staat bij les 1 een klein oefendictéetje. En die ga ik nu met jullie doen. Zit je klaar? Met je potlood en de gum? Dan gaan we nu beginnen. Les 1, woordje 1. In het begin was de zee nog rustig. Schrijf op begin. Begin. 2. We kregen een ijsje bij een kraampje. Schrijf op kraampje. 3. We gingen op een stoeltje zitten. Schrijf op stoeltje. Stoeltje. 4. Ineens werd de zee wild. Schrijf op wild. Wild. 5. Mijn hemd begon te wapperen. Schrijf op hemd. Hemd. 6. En papa's hoed waaide weg. Schrijf op hoed. Hoed. 7. Hij rolde helemaal over het strand. Schrijf op strand. Strand. En de laatste, 8. Wat een geluk dat hij niet in de zee viel. Geluk. Geluk. Dat waren de 8 woordjes, jongens. Jullie mogen nu een gekleurd potlood pakken. Ik schrijf ze zo meteen op en dan kan je controleren of je het goed hebt gedaan. Kijk maar mee. Let op de B met
met een F. 2. Kraan. Ik zie een M en dan weet ik, dan komt er een pje. Kraan. Pje. 3. Stoeltje. Ik zie de L en ik hoor tje. 4. Wild. De zee is wild. De wilde zee. Ik heb het woord langer gemaakt. Ik heb de D gehoord. 5. Hemd. Ik maak hem langer. 2 hemden. 6. Hoed. Hoeden. 7. Strand. Stranden. En de laatste. Wat een geluk. Ik hoor de E, maar ik schrijf de E. Ge. En, hebben jullie het goed gedaan? Je mag natuurlijk krullen als je alles goed hebt. Grote krul. Goed gedaan. Dat was les 1. Ik kijk nog even kort met je naar het instapkaartje. Er staat, dit ga je leren. Je leert hoe je woorden schrijft met een de aan het eind die klinkt als een te. Hond, honden. Je moet weten, we gaan het woord langer maken. En dat hebben we zojuist heel goed geoefend. We zijn klaar voor om de opdrachten te maken. Je mag opdracht 1, 2 en 3 maken en ik ga ze kort aan je uitleggen. Bij opdracht 1 lees je de zin en dan zie je een groen woord. En het groene woord moet jij korter maken en dan moet je het goed opschrijven. Kijk maar eens met me mee. 1. Kenny en oma spelen helden. Ben jij ook een? Je moet het woordje helden korter maken. 2 helden wordt 1 held. Dat weet je al met een D. 2. De kleden liggen in de kast. Kleden, dat zijn er 2. Maar ik heb maar 1 kleed. Er komt een extra E bij, hè? Dus let goed op. Kleed. Zo doe je dat ook bij 3. Het woordje hoeden maak je kort. Ze vechten met hun zwaarden. Heb jij ook een? Ze rennen over groene velden. Ken jij een groen? En daar komen 2 honden. Ben jij bang voor een? Dus alle groene woordjes korter maken. Dan gaan we naar de volgende bladzijde. En voordat ik begin met opdracht 2, zie ik woord van de dag. Daar staat in het blauw de spoed. Als je iets met spoed doet, doe je het snel omdat het nodig is. Ik pak hem er even bij, want natuurlijk heb ik deze. Normaal hangt hij op mijn bord. Nu heb ik hem in mijn hand. Dus als je iets snel doet, doe je dat omdat het nodig is. Een ambulance gaat bijvoorbeeld met spoed naar de patiënt of naar het ziekenhuis. Of ik moet met spoed naar de wc, want ik moet heel nodig. Dus de spoed is als je iets snel doet omdat het nodig is. Opdracht 2 spreekt voor zich. Je ziet de plaatjes en je vult eerst het meervoud in. Dus als er 2 van zijn en in de laatste rij vul je er 1 in. Dus het kortere woordje. Zo zie ik een plaatje van honden. Er staat boven 2 honden. En ik zie er daarna nog maar 1. 1 hond. En dan gaat het erom dat je de laatste letter goed schrijft. Dan zie ik een schilderij, 2 schilderijtjes van het strand. Maar we schrijven op, het zijn 2 stranden. En in de volgende rij 1 strand. Dit doe je met de Ik zie daar plaatjes. De volgende en de volgende. Ik ga ze niet verklappen, want anders heb ik alles volgezet. En dan ben ik bij de laatste opdracht, opdracht 3. Bedenk er een rijmwoord bij. En zoals je bij het voorbeeld ook ziet, woord eindigt op een D, maar soort en het rijmt eindigt op een T. Dus het hoeft niet op dezelfde letter te eindigen, als het maar rijmt. Woord, soort. Koord, poort. Of boord. De eerste letter is jou gegeven. Boord. Bult, het is mijn
spoed, wat doe je het? En jullie maken 5, 6, 7 en 8. Dus je rijmt op land, je rijmt op rand, je rijmt op haalt en je rijmt op held. En als je helemaal klaar bent, kijken we kort naar het instapkaartje, want die mag je ook invullen. Je ziet 3 zinnen met een rondje ervoor. En we gaan een kruisje zetten daar waar jij bent, wat jij vindt dat je kunt of wat je doet. Je hebt woorden met D aan het eind geleerd. 1. Als ik een woord hoor, weet ik meteen of het een D of een T is. Weet jij dat? Weet jij dat meteen? Dan moet je een kruisje zetten. Weet je het niet, zet je geen kruisje. Misschien past 2 namelijk beter bij je. Als ik een woord hoor, maak ik het woord eerst langer. Dan weet ik of je een D of een T schrijft. Als je die kiest, zet je een kruisje. Maar je kan ook de laatste kiezen. Ik vind de woorden nog erg moeilijk eindigen met een D of een T. Dan zet je daar een kruisje. Jongens, dit was de les weer van vandaag. En zet hem op. En ik zie jullie volgende week. Of niet volgende week, misschien wel morgen. Oké, doei!